Fijn dat je luistert naar deze korte versie van Door de Bijbel. In 240 afleveringen neemt Joost Bastiaans je mee op reis langs alle verhalen uit het Nieuwe Testament. Johannes 3: Leef in waarheid en liefde. Johannes leefde met Jezus toen hij op aarde was. Diezelfde Johannes schreef tegen het einde van de eerste eeuw drie brieven aan de jonge kerk. In zijn eerste brief benadrukt hij hoe de familie van God bijeengehouden wordt door liefde en hoe wij als kinderen van elkaar moeten houden. In zijn tweede brief waarschuwt Johannes tegen de mensen die het geloof loslaten en tegen de verleiders in de wereld. Ze ontkennen dat Jezus God is en dat zijn werk aan het kruis ons kan redden. We moeten ons niet met zulke mensen inlaten. Ook moeten we niet bezorgd om hen zijn of hen in ons huis ontvangen. Als waarheid en liefde met elkaar in conflict komen, moet de waarheid voorrang krijgen. Paulus schrijft ook in die tweede brief dat het de moeite waard is om voor de waarheid op te komen. In deze derde brief voegt Johannes eraan toe dat het de moeite waard is om voor de waarheid te werken. Iemand heeft het ooit zo eens verwoord: Mijn leven in God, dat is redding. Mijn leven met God, dat is gemeenschap en vriendschap. Maar mijn leven voor God. Dat is dienen. In de derde brief van Johannes gaat hij ook in op de vraag hoe gelovigen het uithielden aan het einde van de eerste eeuw. En of ze allemaal martelaars werden. Hoe zag het leven van die miljoenen gelovigen in de eerste drie eeuwen die hun vertrouwen op Christen stelden eruit? In deze korte brief ontmoeten we Gaius, een man die God diende. Gaius was een vriendelijk gelovige, oudste in een kerk. En een geliefde vriend van Johannes. Johannes houdt van hem als een vriend, maar Johannes houdt ook van hem, omdat Gaius de waarheid hoog houdt. Hij accepteert de godheid van Christus en laat Gods liefde zien aan anderen. Je moet op een juiste manier denken om goed te kunnen handelen. Dat is ook vandaag zo in alle aspecten van het leven. Johannes wenst Gaius voorspoed, niet alleen financieel, maar ook in zijn gezondheid. Misschien was de gezondheid van Gaius niet zo goed. Johannes wenst hem ook voorspoed voor zijn ziel, dat hij zal groeien in zijn geloof. Ook vandaag kun je de Heer kennen en toch geestelijk ziek zijn. Wat fysiek gezondheid is voor het lichaam, is heiligheid, toewijding aan zijn Heer. Voor het geestelijk leven van de gelovigen. In Johannes' dagen... Reisden er veel leiders rond die het woord van God onderwezen en zendingswerk deden. Gaius opende zijn huis voor hen. Ondanks zijn slechte gezondheid was hij gastvrij. Het geestelijke onderscheidingsvermogen onderzocht Gaius of de relatie van zo'n leider tot Jezus Christus oprecht was. Je moet op de juiste wijze over Jezus Christus denken om goed te kunnen leven. Deze gelovige vertelde over Gaius. Hij leeft overeenkomstig de waarheid. Hij onderwijst hetzelfde als de apostelen onderwezen. En hij handelt ernaar. Johannes was geraakt en bemoedigd door het verslag dat zijn geestelijke kinderen met de Heer leefden. Hij wordt er als oude man blij van als hij hoort dat zijn bekeerlingen, inclusief Gaius en de anderen die verspreid over Azië woonden, uit de waarheid blijven leven en van elkaar houden. Nog steeds moet de kerk opletten dat er geen valse onderwijzers komen. Johannes schreef erover in zijn tweede brief. Tegelijk is dat belangrijk dat wij de medegelovigen ontvangen. Misschien ben je teleurgesteld of misleid door valse leraars uit het verleden. Laat je niet tegenhouden om de mensen van wie je gelooft dat ze wel oprechte gelovigen zijn te ondersteunen. De vroegere kerk was afhankelijk van Gods geest om te kunnen weten of iemand de waarheid onderwees. In de vroegere kerk beschikten de mensen nog niet over de hele Bijbel, zoals wij die nu hebben. Ze hadden geestelijk onderscheidingsvermogen nodig. Toen Gaius Johannes verder hielp, werd Gaius een partner van hem in de verspreiding van het woord van God. Johannes schreef hem om hem daarvoor te bedanken en te prijzen voor zijn getuigenis. Helaas waren niet alle mensen in de vroegere kerk zulk oprechte gelovigen als Gaius. Johannes schrijft over een andere man. Die Trefes. Die Trefes hield ervan om in de spotlights te staan. Hij hield van mensen op zijn eigen manier. Zijn motto was: regeren of ruïneren. Ook schreef Johannes de kerk om hen te vragen te zorgen voor een rondreizende zendeling: Demetrus. Hij was een uitstekende prediker van het Evangelie. Maar die Trefes wilde niet naar Demetrus omkijken, die Trefes wilde zich niet met anderen bezighouden omdat hij te druk was met opscheppen over zichzelf. Hij was pretentieus en opgeblazen als een ballon. Herken je deze man? Misschien is zo iemand bezig om in jouw kerk de leiding over te nemen. Hij kan er vroom uitzien, maar als hij voet aan de grond krijgt, zal hij de kerk na kerk kapot maken. We moeten allemaal ons hart onderzoeken, ook de leiders. Vraag jezelf af waarom je leider bent. Waarom zing je? Hou je ervan om in de spotlijst te staan? Is wat je doet tot eer van God? We hebben leiders nodig die echt het woord van God onderwijzen. We hebben veel leiders nodig, maar onderzoek je hart voordat je iets doet. Want je kunt de kerk vernietigen als je iemand bent, zoals Diotreves, die zichzelf op de eerste plaats zette, in plaats te dienen tot eer van God. Johannes spoort de gelovigen aan om medewerkers te zijn voor de waarheid. Johannes zegt dat we de mensen die uitdelen uit het woord van God moeten ondersteunen. Dat geldt ook voor ons vandaag. Als iemand op de juiste manier onderwijst, moet je hem ondersteunen. Als je wilt, kun je Johannes de apostel van liefde noemen. Maar de Heer Jezus noemde hem een zoon van de donder. Toen Johannes in de kerk kwam, hadden ze te maken met de storm die Diotrefs veroorzaakte. Johannes ging liever zelf naar hem toe, om het persoonlijk te bespreken... Dan het op te schrijven. Hij wilde heel direct zijn. Johannes sluit zijn laatste brief af met een bemoediging voor ons allemaal om op een goede manier in het geloof te blijven leven. Hij benadrukt dat degene die rechtvaardigheid in de praktijk brengt, een kind van God is. Degene die kwaad toestaat of tolereert, leeft niet persoonlijk met de Heer. Waarschijnlijk kent hij de Heer niet eens. Dan ondertekent Johannes zijn brief. Hij wenst hen godsvrede en doet hen de groeten van hun wederzijdse vrienden. Bedankt voor het luisteren naar deze korte versie van Door de Bijbel. Als je je abonneert op deze podcast, kun je alle afleveringen gratis beluisteren. Waar en wanneer je wilt. En wil je nog meer horen? De uitgebreidere afleveringen van Door de Bijbel zijn ook gratis te beluisteren. Ga naar twr.nl.